De schat van Wiebe, geschreven door Rut Willox. Nog naheigend tuurt Wiebe over zee. Weg, het schip is weg. Wat nu? Mijmerend loopt hij langs de kade. Zijn koffertje lijkt steeds zwaarder te worden. Welk schip brengt me nu naar mijn schat? Denkt hij hardop. Mogen wij u uitnodigen op ons schip, meneer? Vraagt een rat met een diepe buiging. Wij varen naar de andere kant van de zee. Wie beschrikt? Waar komt die opeens vandaan? Welkom aan boord, meneer, zegt de kapitein. Ik ben Wiebe, zegt Wiebe. Bedankt voor de uitnodiging. Dat is het minste wat we voor je kunnen doen, zegt de kapitein. Breng je spullen naar de kajuit, dan vertrekken we meteen. De piratenratten drommen om Wiebe heen. Zeg, jij bent op weg naar je schat, hoor ik, probeert er eentje. Dat klopt, antwoordt Wiebe. De piraten glunderen. Een grote schat? De allergrootste, glimlacht Wiebe. Hier is onze gastheer, kapitein, kondigt een van de piraten aan. Hij knipoogt heimelijk. Hij is op weg naar zijn schat, kapitein, zijn grote schat. Heb je een schatkaart bij je? Vraagt de kapitein aan Wiebe. Wel nee, antwoordt Wiebe, maar ik kan je wel laten zien waar we heen moeten. Hij wijst naar de wereldbol. Goed, antwoordt de kapitein, ga jij nu maar een lekker hapje eten in de kombuis. Ahoy, zegt de kok, eet jij maar veel, dan word je groot en sterk, dan kun je straks de schat goed opgraven. Ik hoef de schat helemaal niet op te graven, antwoordt Wiebe, die staat al klaar voor mij. De piraten houden het niet meer uit, een schat die zomaar voor het grijpen ligt. Ongeduldig trekken de piraten Wiebe mee naar het kraaiennest. En, zie je je schat al? Vragen de piraten nieuwsgierig. Hun snorharen trillen van de spanning. Maar nee, zegt Wiebe sussend, we zijn nog niet aan de andere kant van de zee. De piraten zijn er niet gerust op. Kom je even mee? Vragen ze. Ze nemen Wiebe mee naar het ruim. Kijk, zeggen ze. Onze schat schittert en blinkt als 1000 sterretjes. Is jouw schat even mooi als de onze? Ach, mijn schat is 1000 maal mooier dan die van jullie, zegt Wiebe ernstig. De piraten kijken elkaar ongelovig aan. Dan horen ze een luide stem roepen. Land in zicht! Ze haasten zich naar het dek. In de verte ziet Wiebe een piepklein stipje. Jippie! Roept hij uit. Wat is er? Wat is er? Vragen de piraten. Jippie! Mijn schat is daar! Roept Wiebe. Maar de piraten zien niets schitteren of blinken aan de horizon. Wiebe en Flanel vliegen elkaar in de armen. Mag ik je mijn vrienden voorstellen? Zegt Wiebe. Zij hebben me hierheen gebracht.
Vrienden, zegt hij dan, mag ik jullie voorstellen aan Flanel? Zij is mijn allergrootste schat. De piraten kijken Wieben en Flanel met grote ogen aan. Flanels gezicht glanst van geluk. Wieben straalt. Hun ogen schitteren als 1000 sterretjes. De piraten zuchten. Hun schouders gaan een beetje hangen. Dit is, fluistert er eentje, wel een heel mooie schat, smacht een ander. Hé, roept Wiebe, waarom blijven jullie niet nog even? We hebben geen tijd, roepen de piraten. Wij willen ook een schat zoals de jouwe.